Enkele occupanten hebben vandaag het Dalian woningbouwproject De Morgenstond bestormd. De occupanten hebben op huizen en bij percelen markeringen geplaatst, al zouden zij de rechtmatige eigenaar zijn. Woningeigenaar Dwight Prade zegt dat het niet de eerste keer is dat mensen onroerend goed hebben geoccupeerd in het project. Dus wat we nu hebben is dat sinds na die Albert Topper... Hey, wie is die man? Wie is die Albert Topper? Meneer Bardo. Ik ga zijn naam noemen. Ja, meneer Bardo is een van die Albert Toppers en er is nog één. Maar Bardo was een van de mannen die hier in het project was en aanwees wie waar naartoe kon gaan. Prade praat over een georganiseerde bende van krakers en occupanten die met machtsvertoon te werk gaat. De meeste eigenaren van de huizen wonen nog niet in het project, omdat er nog geen elektriciteit is. Lucinda Rozenblad zegt dat ze door haar buurman is opgebeld dat haar woning is geoccupeerd. Ik ben vanmorgen gebeld geworden door mijn buurman. En hij vroeg me van, ben je in dat huis? Ik zei van nee. Toen niet is ze van, oh, een dame met een witte auto is in je huis. Ben ik gelijk naar hier toe gekomen. En ik heb die dame aangetroffen in dat huis. Ze was bezig schoon te maken, die deur geforceerd. Dus ik heb dat gewoon beleefd gevraagd. Ik heb gezegd, goedemorgen. Hoe komt het dat u binnen in dat huis bent? Was dat huis op slot? Ja, het was op slot. Ik heb zelf geen sleutel. Dus ik vroeg dat gewoon beleefd van hoe komt het dat je binnen terecht bent gekomen? Ja, mensen hebben me gestuurd. Met dat heb je wel papieren. Nee, ik heb geen papieren. Ik ben bezig. Met dat ik heb mijn stukken zijn thuis. Ik ga je komen tonen. Dus zo is het aan toe gegaan hoor. Een occupant geeft aan dat hij van anderen heeft vernomen dat er gratis percelen ter beschikking zijn. Ik heb gebruik gemaakt van de gelegenheid, zegt hij. Van wie heeft u dat gehoord, dat er percelen ter beschikking zijn? Meer, misschien is mijn long, kan die zeer aan mijn long toe toch. En meer is mijn long, in all no. We hebben geprobeerd om Joël Bordeaux Martinus te spreken, maar die was niet bereikbaar.